Ze zingen. Hebben jullie het gezien? Hallo allemaal. Wat ontzettend leuk dat jullie ingetuned zijn. Tenminste, dat hoop ik, dat jullie allemaal massaal klaar zitten. Want er is vanmiddag al een post uitgegaan waarin wordt gezegd dat jullie vragen kunnen stellen. Nou, kom maar op. Daar zijn we. Beetje later dan eigenlijk de bedoeling was, maar dat had te maken met dat er wat achterliep in de studio. Dus ik ben hier naartoe gerend en we zitten helemaal klaar voor jullie. Ja, ik zat al een half uur klaar, maar Caroline was dat later. Ja, nou, in dat half uur zijn er inderdaad al wat vragen binnengekomen. Kijk, hier is een heel lijstje. Oh, dit is een hele leuke. Noemen jullie elkaar wel eens per ongeluk Ludo of Janine? Ja, ik noem hem altijd Janine. Nou, dat. Dus we hebben altijd ruzie thuis. Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat we het voor de grap wel eens doen. Maar het is echt omdat we het zo idioot vinden dat mensen denken dat wij elkaar Ludo en Janine thuis noemen. Doen we het expres daarom wel eens juist. Ja, maar ik denk dat als je werk is om Ludo en Janine te spelen en je dat niet achterlaat in de studio en thuis elkaar nog steeds bij je rolnaam noemt, dat je dan toch heel snel naar een dokter moet. Ja, heel erg naar een dokter. Ja. Volgende vraag. Ik ga eens binnen. Even kijken. Oh ja, hier kijk. Heeft Rob verkeerde plannen met Janine en heeft Ludo hem door? Of is hij gewoon jaloers? Nou, dat lijkt me echt een vraag voor jou. Ja, die is gisteren al gepost, zie ik. Klopt dat? Weet ik veel. Nee, niet. Nou, hoe dan ook. Ja. Nou, ik denk, Ludo denkt dat Rob verkeerde plannen heeft met Janine. In elk geval, hij vertrouwt hem niet. En dat komt natuurlijk omdat Janine in Ludo's ogen echt heel vreemd doet. En hij houdt van zijn vrouw. Hij wil heel graag dat het beter met haar gaat. En hij denkt dat hij daar de verkeerde dingen in doet. Dus daar heb ik gisteravond Rob mee geconfronteerd. Ja, en dat hebben we toevallig ook gezien. Tenminste, ja, wij zaten te kijken zaten gisteren. Thuis ja. hebben we dat langs zien komen. En er ging een scène aan vooraf. Die, waarin een soort ruzie was tussen jou, tussen Janine en Ludo. En Nina was daar ook bij. Nou ja, jullie hebben het allemaal gezien. Dus. Die eindigde met iets wat we thuis heel grappig vinden om te zeggen. Namelijk, loop maar weer weg! Wat hebben we ik nog loop meer? Nooit weg. Nee. Wat hebben we nog meer? Wat is dit? Wat weet ik niet zo snel. Niet doen. Wat? Volgens mij zitten we helemaal fout hier. Of niet? Oh, dit is ook een hele leuke vraag. Die kwam vandaag ook. Is het lastig om ruziescènes met elkaar te spelen? Nou, dat is eigenlijk een van de leukste dingen. Vind je niet? Ruziescènes ja, samen spelen. En het liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend. We beginnen meestal rond een uur of acht. En om dan een ruzie te moeten spelen, om elkaar de tent uit te jagen, dat is eigenlijk het allerleukste wat er is. Oh, kijk, hier krijgen we nog meer berichten binnen. Kijk. Bart Perenboom kijkt. Dag Bart. Fijn dat je meekijkt. Dat is leuk. Kijken jullie zelf iedere avond GTST, wordt hier gevraagd. Nou, niet elke avond. En we doen dan op tussen 8:30 en 9:30 zitten we vaak aan tafel, want we eten vaak wat later. Maar zoals gisteravond bijvoorbeeld, dan is het toch wel leuk om, dan blijft hij hangen daar. En dan is het toch wel leuk om een deel van de voorstelling eventjes te zien. En we kunnen natuurlijk hier in de studio altijd afleveringen terugkijken. Dus dan kun je kijken hoe je het gedaan hebt. En ja, dus we houden wel contact met de uitzendingen, maar vaak niet per se op het moment van uitzending. Maar dat doen jullie volgens mij ook niet, want je kunt bij Videoland vooruitkijken, je kunt terugkijken, je kunt de reclame doorspoelen. Ja, ik heb eigenlijk wel een vraag voor jullie. Want je kunt natuurlijk nu een week vooruit kijken, maar vinden jullie dat eigenlijk echt leuk? Ik bedoel, is het niet stiekem toch leuker om te wachten echt tot de uitzending op tv er is? Dat zou ik wel van jullie willen weten. Zou het misschien terug moeten naar hoe dat ooit was? Dat gewoon de verrassing voor iedereen even groot is van de aflevering. Ben ik heel nieuwsgierig naar, want heel veel mensen kijken inmiddels natuurlijk via Videoland.
En ja, dat is toch een heel andere manier van kijken. Ja. Dus dat zou ik wel willen weten. Misschien kunnen jullie dat eens beantwoorden voor ons. En heel lief, Ria Kalu, wat je hier schrijft. Ria Kalu schrijft, jullie zijn prachtig, een prachtig stel. Superleuk samen zo. Nou. En wat is de vraag? Nee, dat is een BND. Dat is genoeg. Dankjewel. Kijk, Henriette Vos, die vraagt, welke scène was voor jullie het moeilijkste om samen te spelen? Het valt stil. Nou, gek genoeg denken mensen vaak dat ruziescènes heel moeilijk zijn. Omdat natuurlijk op elkaar zijn, het is nou helemaal zo. Maar dat is dus eigenlijk heel erg leuk om te spelen. Daar hebben we altijd heel veel pret bij. Dus ja, dat is eigenlijk, komt dat omdat je elkaar gewoon eigenlijk heel goed kent. En daardoor kan je elkaar ook verrassen in het spel. En daardoor kan je elkaar alle hoeken van de kamer laten zien. Dus daar hebben we dan echt wel veel lol om. Ja. Zoals dat... Loop maar weer weg! Dat dus. Okay, Elke van Beurden, jij bent ook geweldig. Jij schrijft ook, jullie zijn een erg leuk en mooi stijl. Ik hoop dat jullie nou nog heel lang dat in goede tijden slechte tijden blijven. Ja, ga je alleen maar complimenten voor. Hier staan alleen maar leuke berichten, oh, jongens. Leuk. Ga zo door. Ga zo door. Ja. Gaan we er nog één blijven? Nee, ik... Oh. Jullie geweldig. Vanavond vieren ze Koningsdag. Bij goede tijden, slechte tijden. Wanneer is dat dan opgenomen? Ja, dat is in ieder geval niet vandaag opgenomen. Nee. Nee. Dat wordt wel iets eerder opgenomen, maar hoe lang precies, dat verschilt. Ja, het is de ene keer lopen we 2 maanden vooruit. Dus soms is het maar 2 weken. Soms zit er een hele vakantie tussen. Dus het is bijna niet te zeggen. Maar over het algemeen is het zo dat als het... Als nog de mussen dood uit de dakgoot vallen, zijn wij al Sinterklaas aan het vieren. Ja. En de kerstbomen worden binnengerold. Dus dat is toch wel een beetje anders. Maar het gekke is toch dat ook al is het nog helemaal niet de tijd, kom je toch een beetje in de stemming als er bijvoorbeeld kerstbomen staan. Heb je dat niet? Ja, zeker. Dat is inderdaad zo. Ja. Ik ben ook eventjes jullie vraag aan het lezen, dus ik ben een beetje afgeleid. Oh, sorry. Ja. Ja. Wat heb ik nog meer? Weten jullie, Miranda van Wageningen, die vraagt, weten jullie ver van tevoren de verhaallijnen al? Of wordt deze pas besproken op de set? Nee, dat weten we echt wel een tijd van tevoren. Want je moet als acteur, moet je natuurlijk je kunnen voorbereiden. Niet alleen maar moet je je tekst leren, maar je moet ook weten in welke situatie je zit. En aangezien we hier in deze studio met een behoorlijk tempo werken, zou er geen tijd zijn om ook nog aan iedereen uit te leggen waar die zich in het verhaal in Meerdijk bevindt en wat hij daarbij moet zeggen. Dus dat is een enorme machinerie hier met scenario's en teksten en script. En dat is ons huiswerk om dat thuis goed door te nemen, hier te repeteren en natuurlijk goed voorbereid op de set te komen. Zo werkt het circus, goede tijden, slechte tijden. Nou ja, het is zo dat we de teksten, zoals de scènes, helemaal af zijn. 3 weken van tevoren in ons bakje hebben. We hebben allemaal een postvakje en dan... Daar komen de scripts in en dan gaan we ermee aan de slag. Dus dan ga je het eerst doorlezen en denk je, oh wauw, wat gebeurt er nu? En sommige dingen weet je al een beetje van tevoren, maar het is toch altijd wel weer een beetje anders als je het script in je bakje krijgt. Ja, dit is ook wel een leuke. Mariska Wessels, jij zegt, ja, het is leuk om vooruit te kijken, maar alsnog wacht je, dus het slaat nergens op. Hè? Zeg je nog eens? Ja, het is leuk om vooruit te kijken, maar alsnog moet je wachten. Want je moet wachten op een nieuwe bundel afleveringen. Oh, dus ja, het slaat nergens om. Precies. Maar dan denk ik, ja, als ik mijn vakantie heb geboekt, dat is hartstikke leuk, maar ik zal toch moeten wachten tot ik op vakantie ga. Of... Ja, maar dat is dat precies. Je moet, of je nou het vooruit kijkt, je moet toch altijd weer wachten op een nieuwe uitzending. Dus het maakt eigenlijk in feite niet zoveel uit of het op tv is of op Videoland. Maar vinden mensen het misschien vervelend dat mensen die vooruit hebben gekeken wel al weten wat er gebeurt? Dat zou ik dus wel willen weten, bijvoorbeeld. Ja. Misschien, ik zal eens kijken, misschien komt er wel een antwoord. Okay. Nou, jullie zijn wel lekker bezig, zeg. Ja. Het is het regent vragen. Nou, leuk, we kunnen ze onmogelijk allemaal beantwoorden. Mm-hmm. Is dat leuk? Collega's. Oh, dat is ook een leuke. Wat vinden jullie ervan dat er nieuwe... Nou, zie je weer weg. Oh, sorry. Sorry, hè? Ik was iets te snel. Sylvana Jansen. Wat vinden jullie ervan dat er elke keer nieuwe collega's komen in de serie?
ik kan het, nou ja, wat vinden we daarvan? Nou, dat is juist verschrikkelijk leuk. Want, nou ja, wat er nu bijvoorbeeld ook weer aan de hand is, dat er in de serie nieuwe mensen komen, maar dat dat is met het doel om ook weer wat anders op poten te zetten, namelijk een heel Instagram Stories verhaal. En als ik het goed heb, begint dat vanaf maandag. Komen er 3 posts per dag op Instagram Stories. En dat wordt uiteindelijk een heel verhaal, maar dat gaat ook consequenties hebben in de serie zelf. En daar komt bijvoorbeeld een heel nieuwe collega om de hoek kijken. Ja. Ja. En die, ja, en Ludo's die, kleinzoon. Ja, en die gaat Valentijn is de grote hoofdrolspeler in het nieuwe verhaal, wat vanaf aanstaande maandag op Instagram is. En inderdaad, daarna komt hij naar Meerdijk. En dan zullen we daar mee te maken krijgen. Hoe precies? Ja, dat weten we nog. Vincent heet die jongen. Heel knap. Echt heel knap. Goed, wat hebben we nog meer? Ja, al die Sandersen zijn zo knap. Hè? Ik hoor veel mensen hier, zoals bijvoorbeeld Wilma Oostdijk, die zegt dat ze toch graag op de avond zelf kijkt. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, nou, kijk, ik wacht altijd. Anders weet je wat er gaat gebeuren. En dan is het niet, het is minder spannend. Dat was Mary Zevenans. Misschien spreek ik het verkeerd uit, sorry dan. Felicia, Davies, Dalia. Nee, ik vind vooruitkijken niet leuk. Ik dacht dat dus al. Maar goed, het is een hele discussie. Ik denk dat de meningen verdeeld zijn. Dit vind ik een leuke. Maar het leuke van goede tijden, slechte tijden is natuurlijk dat je niet alleen meer 's avonds alleen maar lineair kijkt, dus 's avonds de televisie afstemmen, maar dat je op zoveel platforms nu met goede tijden te maken hebt. Instagram, Facebook, wat we nu doen is eigenlijk ongekend. Dat kon 20 jaar geleden nog niet, 10 jaar geleden al niet. Eigenlijk zijn jullie met z'n allen vertegenwoordigd op al die platformen die goede tijden inmiddels is. En ik vind dat fantastisch. Straks een uitzending vanaf de maan en dan gaan we een live connectie maken. Dat lijkt me heel goed. We zijn met Elon Musk bezig. Ik heb hier ook een hele leuke vraag van Anouk. Doelman. Erik en Carolien, zouden jullie beide een homoseksuele of lesbische rol kunnen spelen? Ik zou het wel kunnen spelen. Maar? Zou ik het willen spelen? Nou, het zou natuurlijk nu denk ik een beetje ongeloofwaardig zijn als Ludo ineens Binnen goede tijden, slechte tijden niet. Nee. Dat zou gek zijn. Maar wat ik wel geweldig vind is dat er in goede tijden ook verhaallijnen zijn die ervan uitgaan dat het een heel normaal iets is. En dat bijvoorbeeld het huwelijk tussen Lucas en op het erg. Nou, ja. Ze gingen trouwen. Nou, wat erg. Gespeeld op Dave Mantel. Oh my god, wat erg. Nou, maar hoe dan ook, ik vond dat geweldig, omdat wij eigenlijk denken dat dat helemaal geen issue is in Nederland. Maar dat bleek dus toch wel degelijk zo te zijn. Dus ik vind dat heel goed dat goede tijden daar zo voor staat. Ja. Goed, we hebben nog eentje uitzoeken. Ja. Oh. Wilden jullie als kind al acteren? Nou, voor zover ik weet kwam dat idee of de wens om te spelen bij mij toen ik zo rond 15, 16 was. En ik weet nog wel dat ik naar de decaan op school ging en zei ik wil graag naar de toneelschool. En toen vertelde ze mij, weet je dat er per jaar maar 10 mensen worden aangenomen op een toneelschool. Dus dan moet je wel van goede huizen komen. Daar werd ik zo boos van. Toen dacht ik, nou, ik zal jou laten zien dat het mij lukt. Nou, en wat blijkt, dat lukte me ook nog. Dus ik heb eigenlijk stil wraak genomen op mijn decaan. Dat was de grote motor en ik wil haar bij deze nog hartelijk bedanken. Ja, soms kan dat ook de aanleiding zijn. Ja. Ja. Nou, ik wilde vroeger altijd balletdanseres worden. En uiteindelijk zag ik in dat dat toch niet mijn weg moest zijn. Want je moet echt helemaal 100% dedicated dat doen en bovendien ontzettend talent hebben en je hele lichaam, alles moet meewerken. En toen op een gegeven moment was ik ook nog aan het studeren en toen dacht ik ga eens kijken of acteren wat voor me is. En toen was ik meteen hooked. Dus ja, dat is al heel wat jaartjes geleden en nou, daar zit ik nu. Dus
Ja, nou, als kind wilde ik, had ik dat niet bedacht dat ik dat wilde worden, nee. Nou, ik vind het een hele goede keuze, anders was ik je nooit tegengekomen. Ja. Ja. Volgende vraag. Oké. Heel veel reacties op of mensen vooruitkijken, ja of nee. En ik lees bijna in alle reacties, bijvoorbeeld ook van Edwin de Vlam. Ik kijk nooit vooruit. Ik vind dat de pret er dan vanaf is. Nou, dat is toch leuk. Henny van den Broek. Stel, jullie zijn het niet eens met het script. Hebben jullie dan inspraak? Nou, je hebt natuurlijk wel dat als je al zo lang meespeelt in serie, dat je best kunt zeggen als je denkt, ja, maar misschien klopt dat niet. Dus natuurlijk niemand die Ludo zo goed kent als Erik of Janine zo goed kent als Caroline. Dus je moet je ook voorstellen, als wij deze serie maken, doen we dat echt heel erg met het hele team. Dus het script wat je in je bakje krijgt, is wel de bedoeling dat je dat ongeveer zo speelt. Maar er zullen altijd kleine dingetjes zijn die misschien net even anders moeten of anders kunnen. En dat in samenspraak met de regisseur neem je dat dan door. En dan worden er soms een klein beetje dingen aangepast. Maar we kunnen natuurlijk niet het hele bouwwerk ondersteboven wegslopen. Want dan kunnen we niet meer draaien. Want dat moet allemaal zo in een heel korte tijd achter elkaar opgenomen worden dat het... ja, ondoenlijk is om echt heel erg veel te gaan veranderen. Dus kortom, het verhaal kunnen we niet veranderen, maar binnen onze rol een paar woordjes veranderen of een zin anders zeggen, dat is heel goed mogelijk. En je kunt natuurlijk altijd met suggesties komen. Als je denkt, zou het nou niet eens leuk zijn als Janine dit of als Ludo dat, dan staan ze natuurlijk er wel open voor suggesties te schrijven. En ook dat is een heel team die zijn best doet om er al steeds zoiets spannends mogelijks van te maken. Ja, maar succes is niet gegarandeerd, want ik vraag al 20 jaar om een BO op de Malediven en het is nog steeds niet ingelost. Een BO is trouwens een buitenopname, want bij goede tijden nemen ze ook 1 keer per jaar een heel verhaal op in het buitenland. En dat hebben jullie natuurlijk net bij de 6000ste van kunnen genieten, het mooie verhaal in Lapland. Ik heb hier een vraag van Kim Hofstede. Wat vond je de leukste verhaallijn in je hele GTST-carrière? Jongens, hebben jullie even. Hebben jullie even. Ga even zitten. Hoeveel jaar doe jij mee nu? Nou, we spreken over diep het vorige millennium. Dat ik ben begonnen. Nou, het is echt al meer dan 25 jaar. Ja, echt. Jongens, nou, jij ook zo'n beetje. Luister daar maar eens uit wat nou de leukste scène was. Of de mooiste plek. Ik vind alle goedmaakscènes altijd ontzettend leuk. Oh ja? Ja, dat vind ik altijd het leukste. De ruziescènes is het leukste. Nou, dan kan je je lol op de komende tijd. Hè? Maar een buitenopname, als we het daar toch over hebben, die me wel heel lang is bijgebleven, die ik nog steeds een van de mooiste vind. Dat is de eerste reis die Ludo en Janine maakten. Dus dan gaan we heel ver terug in de tijd. Volgens mij is dat 1997 of 96. Dat Ludo en Janine in Israël zijn. En daar dansen ze de tango, 's ochtends aan de rand van de Dode Zee. En ik weet nog goed dat we daar waren. De zon kwam op boven Jordanië. Het was 's ochtends vroeg. En het was volledig stil daar. En dan hoorden we op het dansen alleen maar onze voeten schrapen over het zout. En dat zal ik nooit vergeten. Het was prachtig mooi. En ik had natuurlijk een leuke dame in mijn armen. Heerlijk. Ik ben helemaal weggedroopt. Wat las ik nou net? Oh ja, dit is dus een heel goede vraag. Ingrid de Heidbessel vraagt, Caroline, heb je wel eens nachtmerries van bepaalde rollen over Hein? Bepaalde scènes die ik heb gespeeld. Nou, ik zou eigenlijk de vraag willen omdraaien. Heb jij dat dan? Want je moet je voorstellen dat als we die scène spelen, de acteur die dat speelde is toevallig ook nog een heel aardige man. Maar het waren natuurlijk wel echt bloedenge scènes. Vond ik eigenlijk ook wel hoor. En ja, het was gewoon heel spannend om te doen. En ook wel dat ik dacht, oh mijn hemel, is dit niet veel te eng? Maar zelf heb ik daar geen nachtmerries van. Nee, maar Erik wel, heel erg.
Ja, ja, ik slaap zielig. Apart. Dat is ook zielig. Ja. Zielig. Ik slaap apart, want ik gil in mijn slaap. Hier, doe jij nog eens een vraag. Ja, dat is een vraag. Ik ga even een slokje nemen, ja. Erik, wat vind je zo leuk aan Carolien? Ja, nogmaals, lieve mensen, heb je even. Ga er lekker op. Ze kunnen het zich niet voorstellen. Ja, ik kreeg even een telefoontje binnen, excuus daarvoor. Wat ik allemaal zo leuk vind aan Carolien, ja, ik wil dat niet allemaal prijsgeven als jullie het niet erg vinden. Want dan gaat ze buiten de schoenen lopen en dan moet ik dan allemaal inlossen. Maar wat ik voornamelijk verschrikkelijk leuk aan Carolien vind, is dat we verschrikkelijk kunnen lachen met z'n tweeën. Carolien is altijd opgewekt. Ook al als we 's ochtends voor dag en dauw in de studio moeten zijn. Maar ook in ons privéleven, als we op vakantie zijn of als er iets tegen zit. Altijd ongelooflijk opgeruimd en positief. En dat werkt als zonnestralen. Dat is echt heel erg fijn. En soms kan ze ook de dingen niet zo serieus nemen. Dus dat af en toe de dingen kunnen relativeren, dat is ook een hele mooie eigenschap van jou. Behalve als ze boos wordt. Nee. Maar ik wil niet al te veel positieve dingen zeggen over Carolien. Dat verdient ze wel, maar ik wil niet dat ze erbij is. Want anders ben ik bang dat ze naast de schoenen gaat lopen. Volgende vraag. Achter de schermen is er soms een enorme tijdsdruk voelbaar. Voelbaar? Hoe is dat voor jullie en hoe gaan jullie daarmee om? Dat is Inge Herweijer. Maar wil dat zeggen, Inge, dat je wel eens mee hebt gedaan dan? Want dat kan alleen maar voelbaar zijn als je dat zelf hebt gevoeld. Dus dan vraag ik me af of je hier wel eens bent geweest. Want eerlijk gezegd zijn wij zo langzamerhand ontzettend gewend aan de spanning die het met zich meebrengt om onder tijdsdruk dingen voor elkaar te krijgen. Je kunt het vergelijken met een dagblad of een weekblad. Die hebben ook een deadline. Moet gewoon eind van de dag, eind van de week klaar zijn. En daar zijn we allemaal op ingespeeld. Het gave ervan is, van die tijdsdruk, dat je daardoor genoodzaakt bent om een stapje harder voor elkaar te lopen. Het is net als voetbal. Hè? Neem Ajax. Die komen niet voor niks zo ver. Die komen zo ver omdat ze voor elkaar willen lopen. En niet alleen maar als ze de bal hebben. Heel belangrijk aspect, komt veel voor. Is ook belangrijk in het hele bedrijfsleven. En bijvoorbeeld in onze tak van werken, waar je met z'n allen één ding moet maken. Het is teamwork. En daar komt druk bij kijken, maar die druk is alleen maar fijn. Omdat je weet dat je het voor elkaar en met elkaar doet. Heel belangrijk. In je hele leven, heel belangrijk, steek er wat van op. Nee, het is echt zo. Carolien. Ja. Oh. Amanda Munneke-Jongsma. Amanda, jij vraagt, Carolien, wat vind je de meest verschrikkelijke verhaallijn die je ooit hebt gespeeld? Waar ik zelf niet zo enthousiast over was. Het is al heel lang geleden, dus ik kan makkelijk zeggen nu. Maar ik heb ooit, ja, echt gebeurd, als non verkleed op een brandstapel gestaan. Ik was toen een beetje ongelukkig, moet ik zeggen. Ja. Weet je nog? Ja, ik weet het. Ah, maar Ludo kwam me redden. Toen kwam het allemaal weer goed. Maar ik vond het moeilijk. Moeilijk, 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 moeilijk. Ga dat maar eens geloofwaardig maken. Ja. Maar het was nog niet, ik bedoel, het is allemaal heel veilig en dergelijke. Maar de fik ging wel degelijk in die brandstapel. Ja. En Carolien stond daar, dus maar even ons leven niet zeker. Met die lange lap aan. Ja, nee. Hey, Carolien en Erik, ik heb een vraagje, schrijft Robin Koster. Voor wie is jullie favoriete slechterik uit GTSD? Sorry? Is dat voor een gekke vraag? Ik schrik ervan. Er is maar één slechterik in de goede tijd en slechte tijd. Maar één echte. En die mag ik spelen. En als ik dus mag zeggen wie mijn favoriete slechterik is, als Erik dat mag zeggen, is dat Ludo Sommers, ja, natuurlijk. Als Carolien het mag zeggen, zegt ze precies hetzelfde. Ja, ja. Want het is, en buiten dat is het gewoon de allerleukste rol om te spelen. Dat doet me denken aan een andere vraag die voorbij kwam. Wie zou je anders willen spelen als je niet je eigen karakter zou spelen? Dat vind ik altijd een ontzettend moeilijke vraag. Ik heb wel eens toen Ludo Rosa nog had, wel eens gezegd, ik zou Rosa wel eens willen spelen.
Ja, ik zie het zo voor me met een schortje. Ja. Zo'n ding, zo'n plumeau. Ja. Door het huis en dan met zo'n stofzuiger. I want to break free. Ja. Het is er nooit van gekomen. Nou, wie weet. Ik voel een nieuwe verhaallijn komen hoor nu. Ja. Schrijvers kijken ook mee, hè? Dat je het weet. Oh, ik zit mezelf helemaal in. Oh, hier is ook leuk. Ronald. Onder. Alles? Nee hoor. Oh. Maar. Ronald Eveleens vraagt, als je een boze scène moet spelen waarbij je woest moet zijn, kun je daarna onmiddellijk dan de knop weer omzetten en kalm zijn? Of neem je de bui dan wel eens mee naar huis? Nee. Nee. Toneelspelen is een vak. En dat betekent dat je op het moment dat de camera gaat lopen natuurlijk inleeft in wat je moet spelen. Maar de grote kunst is, of de grote kunst, wat noodzakelijk is, dat is dat je daarna de knop omzet en alles van je af laat glijden. Dus dat je je rolfiguur en alles wat hij meemaakt, alle emoties van je af weet te zetten. Nogmaals, dat heb ik eerder gezegd, als dat wel het geval is, dan moet je naar een dokter, want dat is heel ongezond. Dus dat... Ja, stel je voor dat we al die ellende mee naar huis zouden nemen, ja. Zeg. Nee, dat is... Nee, gelukkig niet. Heb je nog even nog iets leuks? Yvonne Zwart vraagt, zijn jullie wel eens over jullie grens heen gegaan tijdens bepaalde afleveringen die een van jullie te spannend waren of gewoon een... Was die moeilijk waren en dat je dan toch over de streep gaat en het toch moet gaan doen. Oh, wat een goede vraag. En er dan later trots op zijn. Dat is een hele goede vraag. Ja. Heb jij dat? Nou, ik heb het, dat was meer een actiescène. Ik weet nog dat het is ook weer lang geleden dat we op Curaçao waren. En dat was, weet je die aflevering nog, dat je naar het leven werd gestaan door... Ja, dat weet ik nog heel goed, want toen moest ik in bikini. Precies, dat was op een actually happened. Het was op een schuit, op een schip. Op een jacht, het jacht van Ludo op zee. En Ludo komt erachter dat zijn vrouw in gevaar is. En die duwt iemand van een waterscooter, zo'n jetski. En die stuift daarmee richting zijn eigen schip. Maar natuurlijk gebeurt altijd in dit soort verhalen, is de benzine op. Dus de jetski houdt ermee op. En op dat moment moest ik van de jetski de oceaan induiken en de rest naar het schip eventjes zwemmen. En als je aan de wal staat en er staat in het script en de regisseur zegt, nou ja, en dan kom je dus, speel je dat je geen benzine meer hebt. En dan duik je eraf en dan zwem je nog wel eventjes naar het schip toe. Ja, is goed joh. En het moment dat je daar dan bent en spelen moest, ik dook gewoon dat water in. Maar die golven die waren toch echt verdomd hoog. En dat water was toch kouder dan ik dacht. Dus op een gegeven moment ga je, je kunt niet meer terug. Dus je gaat wel door. Ging ook goed. Alleen het was... Even schrikken. Maar, en het was nog behoorlijk aan het zwemmen, of niet? Het was nog minstens 5 minuten zwemmen. En over 5 minuten moeten wij trouwens ook weer op de set staan. Dus we moeten helaas een beetje gaan... Maar ik heb ook nog één, en die heeft toevallig ook te maken met water. Dat is nog, om nog antwoord te geven op die vraag. Ik ben ooit, weet je nog, kwam je me ook redden. Hij heeft ze wat afgered. Maar met een... fiets in het water gevallen, maar die fiets bleef dan op de een of andere manier aan mijn kleding hangen. En die fiets die trok me dan onder water. En dat gingen we draaien in een vaartje ergens bij Alsmeer in de buurt. Maar ik moest natuurlijk echt gewoon onder water getrokken worden, want anders kan je dat nooit geloofwaardig maken. En er waren duikers die dan onder water hingen en mij naar beneden trokken. Dat was wel echt... bloedeng vond ik. Dus daar ben ik wel over mijn grens heen gegaan. Ik had me vooral van tevoren heel erg zorgen gemaakt over de temperatuur, want het water in Nederland is natuurlijk hartstikke koud en als het dan als je eruit komt en erin en eruit en eruit, dus ik dacht, oh, dat wordt echt verschrikkelijk. Maar het was die dag toevallig gewoon 35 graden of zo, dus uiteindelijk belandde de hele crew in het water, want iedereen dacht wel even afkoelen. Ze hebben met z'n allen daar in het water gelegen. Het was hartstikke leuk uiteindelijk. Maar toen moest ik wel eventjes denken, oké. Ja. Dat moment dat je echt onder water getrokken wordt, echt heel eng, ja. Hier is nog één vraag van Lunding. Wanneer komt Ludo eens een keer echt in actie zoals hij dat altijd deed? Daar kan ik kort over zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus blijf vooral kijken. Ja, inderdaad, ja. En wat dat betreft zijn er misschien nog wel dingen, misschien mag ik ze niet verklappen, maar ik ga het toch een beetje doen. In het verhaal waar we nu zijn met z'n allen, is Ludo natuurlijk niet zo blij met wat Rob doet. Hij is erg bezorgd om zijn vrouw.
En Billy de Palma heeft ook zo haar plannen met het En geheel. jij En bent lekker bezig dat met levert, Billy. ja, nou ja. Hé, Janine zit er nou niet in. Dat heeft nogal consequenties voor hun huwelijk. En de vraag is of dat natuurlijk daartegen bestand is. Dus we gaan wat dat betreft, wat huwelijksperikelen betreft, wel zware perioden tegemoet. Ja, of In niet. het verhaal, hè? In het verhaal. En misschien komt het allemaal heel snel weer goed. Je weet het niet. We moeten helaas nu afscheid van jullie nemen, lieve mensen. Bedankt voor al jullie vragen. Het spijt me dat We we ze zien niet er allemaal ontzettend hebben veel kunnen binnenkomen. Sorry dat we ze niet beantwoorden. allemaal kunnen. Maar wie weet, sowieso is er volgende maand weer een mogelijkheid. Dan zitten wij hier niet, maar dan zitten daar collega's van ons. En zo gaan we allemaal bij goede tijden om toerbeurt hier zitten om jullie vragen te beantwoorden. Dus ook wij komen weer terug. Laat maar weten wat jullie hiervan vonden. Dag allemaal. Bye bye.